Heb je weer een heel gezellig weekend gehad?
Zo. Zeg, maar zie je wel een beetje op, want de winkel gaat zo op en die wil zeker nog niet gezien worden. Zeg, mag je je computer niet opstaan? Computer? Nee, doe je alles met handjes. Morgen. Ach, buurman, goedemorgen. Kan ik iets voor je betekenen? Tja. Nou ja, ik bedoel een trainingspak of een huwelijkspak of een maatpak. Zeg maar, ik heb alles. Ja, een trainingspak. Van de Haan. Nou, dat treft. Ik zeg, moet passen. En als het niet past, ik help je graag een handje hoor. Hè? Zeg, ik zie dat er wat meegaan is. Spoor je ook van die goede blaadjes? Nou, ik heb al wel voor 2000 euro boodschap gedaan bij de Supercoop, maar die selectie, die kreeg ik niet met elkaar. Het is ook fijn, die jongens. Maar ja, ik bedoel, ik heb alweer 4 boeken vol. Ja, alleen met Frank Stienissen. Maar dan kun je toch wel een mooi laag snoetje hebben. Kun je van die mooie regels van maken en wie wil ze niet contraverger zien wat Frank Stienissen? Klopt, klopt. En daarom heb ik ook een Frank Stienissen ruilbeurs georganiseerd. Ja, op die 2 glazen koepels, je weet al, op het hoofdveld van de Hanen. Glazen koepels? Ja, dan noemen ze zelf geloof ik de kouds of zo. Maar ja, ik vind ze niet klein en dan niet zeer. Volgens mij is wel weer je dug uit de hand gelopen, of niet? Dat klopt. Maar mijn zoon heeft trouwens ook al een plaatje in het voetbalalbum verwijderd. Ja, wat gedaan? Ja, van Cor 4 winst. Zo dat? Hij kreeg ook niet meer bij die binnenfietswedstrijd van een springgaan graafschap of hoe je het noemen wil, ik heb er dus veel verstand van. Dat klopt. Ik was 2 dagen van de huur al bezig mijn veiligheidsplan op te stellen. Zo. Nou, dat schuift nog wel aardig wat. Ik heb 2 dagen opgetrokken bij Rijn Derksen. Ja? Rijn heeft 2 dagen gegeven, maar er was iets vol met de krachtstroom. Ja, dat mag niet hebben. Nee, dat mag zeker niet hebben. Maar ik weet niet wat voor me gedaan. Hoezo? Iedereen die enigszins iets had gedaan voor de springgaan, die kon er graag in. Het heeft ons zelfs een reden een kaart gekocht. Ja, dat is mooi verhaal. Ja, dat kan. Voor de spullen van springgaan dan, heb je iets verdiend als je daar zo? Ik zal niet weten, hoezo? Dat zou zo'n rode neus hadden. Nee, dat was gewoon van de drank. Ja. Die neefjes van jou, die moesten zo nodig een groot feest geven voor de avond van tevoren. Ja, en dat doet de sportieve prestatie niet echt te goed, hè? Maar ja, anders was het natuurlijk makkelijk de springkamer of de glazen op kunnen rollen. Of, was het familie van jou? Nou, familie is wel heel ver zo. Familie. Ja, heel ver is eigenlijk met familie. Ja, ik wilde eigenlijk wel Ico Bord, maar ze niet over spreken. Nee? Ja, maar ja, wie is nou Ico Borst om door iets van te zeggen? Ik kan wel een boekje open doen. Nee, doe maar niet. De creatieve dag kan ik zijn, ik ben maar 12 minuten duren. En, een schut? Nou, dit keer niet worden. Niet? Nee. Ik kijk nou. Op boven, hè. Verdomme maar even. Doe maar. Hang maar gewoon in het pashokje ruim, doe zo voor je op. Ik nog. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, tijd is snel hier. Kan ik iets voor je betekenen? Een maatpak, een trouwpak, iets gezelligs voor van het weekend? Nee, ik mag eigenlijk lid worden van de schutterij, dus ik zoek nog een schuttersesje. Nou, dat treft. Kijk eens, een tweedehandsje. 90% korting en voor jou geen borg. Ja, leuk. Een simpele vraag, hoeveel gaat het kosten? Nou, voor jou... 2 euro. 2 euro? Hoe komt dat dan? Ja, ik heb deze teruggekregen van de Pennymeester 6 Barbecue King Ralph Menting. Ja, de knoopjes zijn een beetje afgescheurd en ja, op zich. Maar ik denk...
horen past. Hier, probeer maar even. Ja, zit... Draai eens even om. Ja, wil ze willen dat vaak iets achter, of dat Ralf iets achter zijn stikkertje of zo, maar ja. Nee, helemaal prima. Ja, zit lekker ruim, ik neem hem. Dat is mooi. Nou, bedankt en tot ziens. Hè. Nee, echt niet. Ik wil dat ding niet meer zien. Wegwezen en ruimte kan niet meer. Zeg, morgen weer een afgetraande hesje, hè? Ik mag dit jaar eindelijk schuttersfeest vieren. En hoe lang met schuttersfeest? 16. Ja, maak dat de moeder. Ik kap 4 uur dat ding. En dan ben je niet ruwe, kind wil het ook niet aan. Ja, sorry verwaagd, maar handel is handel. En die 2 euro voor mij dan? 2 euro? Kom toch maar een ijskoffie. Zo, en hoe gaat het hier? Hoe zit het van Joontje? Nou, lekker strak, hè? Maar ja, persoonlijk, ik zal het niet aan doen. Zelfs ik niet. Zeg je, verkomstje? Ja. Pak ik hier op vakantie? Vakantie? Ik? Echt, daar gaat die tijd voor, jongen. Ik ben hartstikke druk. En trouwens, ik zie ook helemaal niks van de wereld. En de winkel doet het ook niet toe. Ik ben hartstikke druk. Goedemiddag. Doe ik. Hij de volgende alweer. Dank u wel. Kan ik iets voor u doen? Een maatpak, een trouwpak, iets gezelligs voor het weekend. Ik wil graag die jurk in deze laagje passen. Ach, mevrouw, dat hoeft toch helemaal niet. Ik heb gewoon passokjes. Oh, echt heel grappig. Maar ik vond hier laatst al met Jan voor de etalage. En die zei, sorry, dat vind je jurk echt heel mooi. Dus ik dacht, nou, mooi, ik krijg het mooi van hem. Zegt hij, als je hem echt zo mooi vindt, ga hem morgen weer kijken. Mannen, ja, ik persoonlijk zal het niet meer doen. Maar goed, ja, maar wat leuk, maar ben je al gevraagd? En heb je al een datum en vertel en nog een ding en leuk. En, heb je al een locatie? Stof te dixeren of misschien blok of je vrouw top of nou. Wat dan? En wil je ook een vis houden? Flik dat toch op? Sorry, ik kom hier alleen maar een beetje om mijn eigen te oriënteren. Anders dan bestel ik wel wat bij de weekamp. Anders heeft heel nieuw het al. Ja, maar ik wil hem ook rustig in een andere kleur bestellen. Import. Zeg, verkomstje, maar ja. Je kleurt het mij ver, maar ik ga wel op vakantie. Ach, vertel, waar gaat de reis heen? Als eerste is meer zit, in 2012 naar Resort Parkjes. Oeh, klinkt leuk. En waar mag dat heen? Resort Parkjes, achter het nieuwe resort, waar ze nu volop mee bezig zijn. Ja. En daar lost gelijk heel veel problemen op. Oeh, problemen? Ja, Harry Beers, daar is al jaren aan het procederen, heb dat tegengehouden. En als dat resort gekomen is, dan hebben ze met een dwangbuis in Raarsveld zit. We doen gewoon vanaf. Ja, klinkt logisch. En een schuttersfeest zonder Tony Smink is ook een keer heel prettig. Tony Smink, kent hij? Tony is de kerstman. Ho, 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 Smink. Ja. Tegen de tiet zijn al die gaten aan elkaar gebogen. Ja. En dan is de afstand zo groot geworden dat het vermakelijk is om nou, sinds Anna te komen. Ja, logisch. En als de zandzuur in de tussentijd op mijn advies een klein oriëntatiefoto maakt, dan wil je gelijk naar je zeik of het mooiste plek in de diek ook af. Mooiste plek, hè? Nee, dat is voor mij gewoon bij Pat van Rolos. Maar, hey, verkoopje. Ja. Hoe kan ik het kerstgedienje en weekendje doen? Ja. Maar ik wil hem wel maandag terug en niet was, hè? Feliciteer. Dank je. Zeg, Pias, ik weet niet hoe ver jij er nu bent, maar ik ga het toch besluiten. Dus, over 10 minuten dan ga ik hier het alarm erop zetten. Dus zorg maar dat je weg bent, hè? En, veel plezier met jou wel. Tjuskus!
Johnny Jansen! Ja.